I'm a phoenix in the water. I'm a fish that's learned. Hoe vaak geeft u geld aan straatmuzikant? Bijna altijd. Ja. Meestal elke keer dat wij ernaar staan te kijken, geven wij wel iets. Maar het gebeurt niet zoveel dat we naar straatmuzikanten staan te kijken. Dus. Straatartiesten? Geen. Nog nooit, nooit gedaan? Niet zoveel eigenlijk. Het is te zien. Denk 50 cent of zo. Als ik een beetje vanaf wat er in mijn portefeuille zit, is het er een euro in een euro, 50 cent, 50 cent, ja. Als ze echt goed zijn, een euro of twee. Dan zijn ze wel echt goed. Een straatartiest, hoe kan die meer opvallen? De mensen aankijken, mensen je trekken. Ik denk een goede stem heel belangrijk is en dat als er een muziekinstrument wordt bespeeld, dat dat echt goed bespeeld wordt. Maar ik heb gisteren ook twee heel schattige kindjes gezien. Die de saxofoon aan het spelen waren aan Baudelot. En die konden totaal niet goed spelen, maar die waren zo schattig dat je die ook wel iets zou geven. De mensen zijn niet zoveel gestopt, maar ik denk misschien dat er op de Gentse feesten een overaanbod is en dat ze al zoveel straatmuzikanten en artiesten zien, dat ze het een beetje beu worden en niet meer aan iedereen geld kunnen geven. 20 instruments, yes. It's 20 instruments at the same time. And I made by myself. And I come from Brazil. And come here to play on the Gentse Feesten. And I have a very nice time here. It's very good. Wat was je zo net aan het doen? Ik heb mijn vrouw haar gegevens gevraagd voor contact op te nemen voor een trouwfeest. Volgend jaar trouw ik. En ik vind dat ze mooi kan zingen voor in de kerk eventueel. Dus daarom.